Wat je hier ziet qua busopstaphaltes, dat gaat allemaal weg dit jaar. Hier komt één grote boulevard met groen en bomen. En al deze haltes zijn we nu daarin aan het verplaatsen. Lopen we zo heen. Er komen 26 nieuwe opstapplekken. Maar straks dit is komend jaar 22 nieuwe boulevard. Het idee van Hart van Zuid is eigenlijk het transformeren van het Zuidpleingebied en het Ahoygebied. Om echt weer een bruisende stad te worden van Rotterdam-Zuid. Hier zie je eigenlijk de uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein. En hiervoor zie je eigenlijk alle nieuwe opstaphaltes van de bussen. 26 stuks. 1 april klaar, winkelcentrum 1 juni klaar. Dus het gaat hard. Aan de bouwput die Zuidplein de afgelopen jaren is geweest, gaat dit jaar een einde komen. Het project Hart van Zuid moet eind 2022 grotendeels opgeleverd zijn. Het nieuwe zwembad, de bibliotheek en het theater zijn er natuurlijk al. Maar deze zomer opent ook een extra stuk winkelgebied in het winkelcentrum. Vlakbij de nieuwe plek van het busstation. Hier achter mij zie je de uitbreiding van winkelcentrum Zuidplein. Als je hier binnen kijkt, zie je dat de verbinding tussen het oude en het nieuwe gedeelte gerealiseerd wordt. En in maart staat die verbinding gepland, zodat in juni het nieuwe winkelcentrum opgeleverd kan worden. Het is een gebied met heel veel uitdagingen, met heel veel transformaties en heel veel wisselingen. Een openbaar vervoersknopen met 2000 bussen wat door blijft gaan. Een Ahoy wat functioneert. Een winkelcentrum wat open moet blijven. En ondertussen alle gebouwen die we hier moeten maken. Dus uitdaging is dat. Ik vind het eigenlijk best wel goed. Want ik vind het Zuidplein toch best wel er oud en verpauperd uitzien. Dus ik ben wel blij dat ze nu gaan verbouwen. Het ziet er wat netter uit allemaal. Vooral het zwembad, vooral dat gedeelte daar, vind ik er echt beter uitzien. Het valt echt wel mee, hoe mooi het is. Ze mogen het misschien hier ook nog wel een beetje opknappen. Bijvoorbeeld een likje verf hier tegenaan, dat kan ook geen kwaad, maar het ziet er wel gewoon goed uit. Oké, hier en daar misschien nog een likje verf. De laatste loodjes moeten nog gelegd worden, maar dat zou dus in 2022 moeten gaan gebeuren. Ook worden er binnenkort nog splinternieuwe woonplekken rondom Zuidplein opgeleverd. Hier staat de woonwijk Wonen in het Zuiderpark. 3 blokken, 2x42 en 1x14 woningen. Eerste fase klaar, tweede en derde fase week 8 en week 16. En ook hier weer 98 gelukkige gezinnen. Ja, heel mooi, heel modern. Het geeft Zuid toch wel echt een ander soort charme eigenlijk. Het begint te lijken alsof het mooi wordt.